Wat is je naam en wat is je rol binnen Devoteam? Mijn naam is Ben Leijs en ik ben DevOps engineer bij iTech. Als het kantoor themamuziek zou hebben, welk nummer zou dat moeten zijn volgens jou? De Team Music van Interstellar. Wat is iets bijzonders dat de meeste mensen niet over je weten? Dat ik naast programmeren en IT ook wel graag video bewerking. This right here is my favorite thing ever. In the history of forever. I think about this every day. I think about this all night long. I stay awake, not sleeping, because I'm thinking about this. Ah, oké. Okay. Ja, dus, ja, je kan mij straks helpen. Ja, ik kreeg wel opportuniteit als iemand die rapper wou worden, ja. Muziek wou doen. Ja. En ik heb daarvoor een video gemaakt, ook voor mijn vrienden toen enzovoort. Iets heel anders. Wat is het vreemdste dat je ooit hebt gegeten? Misschien een vlieg tijdens het gidsen. Wat is de beste lifehack die je ooit hebt geleerd tijdens het doen van je job? Alles te tekenen, visueel. En zo alle ideeën voor te stellen of het idee uit te leggen aan collega's. Als je een beroemdheid zou kunnen zijn voor één dag, wie zou je dan kiezen? Elon Musk. Oké, okay, ja, waarom? Veel geld. Dat is het. Heb je een lievelingsfilm? Interstellar. Als je een dag zou kunnen ruilen met iemand anders in Devoteam, wie zou dat dan zijn? Misschien geen terrein. Ja, het wel van video-editing natuurlijk. Ja. Ik heb niet direct een specifieke naam, maar een bepaalde hoge functie om eens te ervaren hoe het is om vele verantwoordelijkheden te hebben. Welke artiest moeten mensen echt naar luisteren? De Young Bleu, dat is zo'n rapper, singer, en die is niet zo bekend. Ja. En ik denk dat veel mensen dat wel graag zouden doen. Waar moet je echt nog naartoe reizen? Amerika. Mijn droom is om naar New York te vliegen, auto te huren, heel Route 66 af te rijden, alles te ontdekken en dan in Los Angeles te eindigen en dan zo terug te komen. Wat is het meest mindblowing feit dat je weet over technologie? Die BMW die van kleur kan veranderen. Dat vind ik wel heel mindblowing. Dus ze maken een BMW nu die echt van kleur kan veranderen. En dat kan gewoon op basis van een knop of iets? Ja, dus van wit naar zwart of geel. Ik zag ook echt in verschillende kleuren. Ja, ah, cool. Ja.